Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Bo Hagestein en vandaag maak ik een video voor de KNS. Nou, zoals ik net al zei, mijn naam is Bo Hagestein en ik volg bij de KNS een opleiding tot ORIN instructeur niveau 2 aspirantopleiding. Ik zal in het kort even wat over mezelf vertellen. Ik zei het net al, mijn naam is Bo Hagestein. Ik werk in het dagelijks leven als freelance chef-kok. Dus ik reis van restaurant naar restaurant om ze op te starten of een doorstart te geven. Ik heb een eigen cateringbedrijf sinds 2015, maar ja, dat ligt nu door de corona natuurlijk eigenlijk helemaal stil. Ik ben de opleiding gaan volgen eigenlijk omdat ik al een paar dagen les gaf in de week aan de beginnende ruiters en dergelijke. En ik vond het gewoon superleuk om mensen wat te leren. En ik merkte ook dat ik erdoor zelf ook veel beter ging rijden. Omdat je dan instructie geeft vanaf de vloer. Je dat ook veel beter kan verwerken in de communicatie met jou en je paard. Althans, dat is voor mij. Mijn link met paarden eigenlijk is... Mijn ouders hebben altijd in de paardensport gezeten. Mijn schoonouders zitten allebei in de paardensport. Dus ik ben er als kind af aan, of vanaf klein kind ben ik eigenlijk al ingegroeid. En daarom vind ik paarden eigenlijk ook zo superleuk. De omgang met paarden, zowel het grondwerk als het rijden met paarden. En als je daarmee opgroeit, dan is dat gewoon super fijn om daar vervolgens ook les mee te gaan geven. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik nu doe. Ik vind in de tussentijd dat we nu in die corona zitten natuurlijk wel super tof initiatief dat de KNS online nog lessen geeft. En dat je daar dus ook antwoord op kan geven. Dat je daar ook antwoord op terugkrijgt. Ik vind dat je daar wel wat aan hebt. Nou hoop ik natuurlijk wel dat we binnenkort gewoon weer met ons eigen clubje lekker bij elkaar kunnen komen. Op die manege waar je dan je opleiding krijgt natuurlijk. Het zou gewoon fijn zijn als je gewoon weer lekker bij elkaar kan zijn, weer kan sparren over de paarden, over je eigen ervaringen, dingen kan uitwisselen. Daar leer je natuurlijk ook superveel van. Kijk, in de basiskennis die je krijgt in zo'n video, dat is natuurlijk super fijn. En dat je zo'n PowerPoint mee kan kijken, je vragen nog een keer kan stellen, zodat je wel door kan met je opleiding. Wat dat betreft vind ik dat gewoon wel heel erg fijn. Ik moet je eerlijk zeggen, er zijn nu 4 video's. Ik heb er zelf 2 gezien, dus ik heb nog wel even wat in te halen. Wat dat betreft vind ik het een supergoed initiatief van de KNS. Nou ja, zoals je ziet, ik zit nu ook gewoon thuis. Wij rijden bij ons op stal dan nog wel onze paarden zelf. Dus dat is ook nog wel... er is gewoon nog heel veel te doen bij ons op stal. En mijn ambitie voor de toekomst is eigenlijk dat ik gewoon verder wil met de opleiding. Hè. Dus ik doe nu de aspirantopleiding ORIN 2. En ik wil dadelijk ook wel voor mijn 3. En ik wil ook gaan kijken of ik in de toekomst dan ook voor mijn 4 kan gaan. Dat is het eigenlijk wat mij betreft voor de opleiding. En verder vind ik het ook superleuk dat we een heel leuke instructeur hebben die ons meeneemt, begeleidt. Ook die lessen geeft van hoe moet je lesgeven, hoe kijk je naar iemand die les krijgt, hoe observeer je iemand, ook positief, hè? Wat kan je eraan veranderen, is het in de combinatie met ruiter, is het hè, combinatie ruiter en paard en hoe ga je dat in losse delen uit elkaar halen om dat samen weer een goede combinatie te krijgen. Dat vind ik gewoon super leuk. Lessen om te doen, zeg maar. En ook onderling, in je groepje, met je team, zo lekker elkaar een beetje observeren, zonder elkaar helemaal naar beneden te halen natuurlijk, maar gewoon goed puur kijken wat er gebeurt. Dat vind ik super leuk en dat mis ik wel een klein beetje nu, dus ik hoop dat we dat in de aankomende tijd gewoon weer kunnen gaan doen. De ambitie voor de toekomst wat mij betreft is, ik wil gewoon wel verder met de opleiding naar de ORIN 3 en de ORIN 4 als dat kan natuurlijk. En verder hoop ik dat we allemaal zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. In ieder geval heel veel plezier en sterkte de aankomende tijd en tot volgende keer. Hoi!